Is dit nu een tureluur, een groenpootruiter of heel iets anders? Nou ja, het is heel iets anders. Het is een kleine geelpootruiter. Een dwaalgast die zich maar enkele keren per jaar in Nederland laat zien. Hij komt helemaal uit Noord-Amerika, is dus ernstig verdwaald en is terechtgekomen in de Nieuwe Dordtse Biesbos. Hij zwerft een beetje door Nederland, heb ik de indruk, want hij is ook al op Schouwen-Duiveland gemeld en bij Leidschendam. En nu zit hij dus in de Nieuwe Dordtse Biesbos, sinds gisteren of eergisteren. Hij scharrelt daar rond in het ondiepe water over de slikgebieden en loopt mee op met bosruiters. Nou, dan zie je meteen ook het verschil met de bosruiter, want op zichzelf zou hij alleen zijn. Nou, hij lijkt best wel op zo'n bosruiter. Kijk naar de kleine geelpootruiter. Hij is donker van boven, maar heeft weer ook die fijne witte stippen op zijn rug. Hij staat hoog op de poten en heeft een niet al te lange, dunne snavel. Nou, je ziet hem naast de bosruiter staan en dan zie je op zichzelf wel gelijkenis. Alleen, het belangrijkste verschil, nou ja, het zijn er eigenlijk twee. Hij is natuurlijk een stuk groter, dat zie je meteen. En hij heeft opvallende oranje-gele poten. Niet voor niks dat zijn naam geelpootruiter is. Hier is hij dus een dwaalgast, maar in Amerika is het een algemene soort. Wil je heel veel kleine geelpootruiters zien, dan moet je een reisje naar Suriname boeken. Daar kunnen in de... Wauw, die groene specht laat zich ook even horen. Prachtig. Nou, in Suriname kunnen in de trekperiode tot 100.000 kleine geelpootruiters rondscharrelen over de slikgebieden. Dus daar is die bepaald niet zeldzaam. Hier wel, en daarom ging ik erop af.